Oh, we gaan naar Zenke toe! Woo boy! Naar Meme Geese! Maar eerst moet ik even level krijgen, want de plone is veel te laag. Ja. Yeah. We kunnen dat nou niet hebben. Bij de wijk, luister naar Cyberpunk, terwijl ik ze te grinden. Ik ben verdrietig dat ik 2 weken lang niet is geweest. Interessant. Ik heb de blade, de knuckle, de gun en de greatsword. En je gaat de launcher net als Fang later. Cool, dat is heel erg cool. Alleen je stem knipte de hele tijd door. Nou, dat is jammer dan. Hij gebruikt dark aanvallen natuurlijk. En hij heeft ook de meeste verdediging. En HP, wel, toch? Wel, natuurlijk. Ja. Maar het is zo dat als je provoke doet en ook veel sneller. Je upgrade provoke en dan gaat de verdediging ook omhoog wanneer die dat ook gebruikt. Ja. En doet hij ook veel schade of is hij meer alleen meer bedoeld als tank? Meer bedoeld als verdediging. Hij kan wel goede aanvallen, though. In ieder geval, best wel kletskoek. I'm in the middle of something. Wow, what's with this nasty smell? Are you pulling weeds or something? How rude, this smell is hexarose. It's a medicinal herb that's good for nourishing blah. Dat is medicijn in nooddop. Mijn god. Hij is oral. What the fuck. Hey, dat is wat we zijn in de vorige part. Of de part ervoor. Ja. Ik zeg zo niet idioot soms, het is geweldig. En ik wil allemaal door zo'n arrogantie. Het maakt het allemaal beter. Ja. Yeah. Ben je zo'n arrogante kracht dat je eigenlijk leuk vindt, gewoon voor de verkeerde reden? Het is wel dat niemand hem serieus neemt vanwege zo'n arrogantie. Ja. Yeah. Laten we daar even over op. Dat is eigenlijk best wel leuk later. Ik denk dat het Fang niet door dat hij in hard mode speelt. Wel, dit. We zijn nog op land. We gaan niet eigenlijk door dus op de zee heen ooit. Misschien zou dat leuk zijn voor de volgende spel, dat ze, dat ze naar andere plekken van de wereld toe gaan. Als ooit het tweede spel komt. Doe je niet something? Oh, kom op. Wacht, Bowers, ik kan het raden. Jop. Ik ben de hoofdkarakter, ik kan niet dik worden. Something I still don't understand. Why did you know my sister's name could be... Oh, je was stom. Hij zegt het ook nog. Like, this is the running team met deze spel. Oh, holy shit. Ik weet niet zeker of ik nu...
Oh my! Oh god. Ik kan de hint wel niet al zien. Nou, dat is waarschijnlijk een hint van ergens. Diep ergens in het internet. Waarschijnlijk in het deep web ergens. Hey Paul, ik heb een rijtje gekregen en we willen de furries opnieuw equippen en zo. De juiste. Eigenlijk wil ik gewoon tijd rekken, ja, maar dat ga ik niet opzeggen. Ik zit eigenlijk tijd te rekken, maar dat ga ik niet opzeggen. Oh god, rijtje. Ik had je zo erg. Oh, geweldig. Tijd om in de maling genomen te worden. Tijd om weer geript op te worden, oh boy. En dit keer moet ik mezelf betalen. Is het een discount base of een raid? 4000 goud. Bijna 5000 goud. Was het een discount of een race? Dat is een race. Dus elke keer is het een race, Dennis. Maar ze zegt dat het een discount is. Snap. Dat is een truc. Dat is een enemy stand. De enemy stands doen de kortingen. Hup, we gaan naar Zenke toe. Oh boy. Is het niet Meme Geese? Beetlejuice? Ja, zelfde persoon. Maar wat is discount? Dat wisten jullie toch al, technisch gezien, je komt uit de toekomst, Feng. Hij zou nooit iemand ons vertellen, behalve Tiara. Wacht, dat is een hele goede punt. Hij komt van de toekomst. Waarom gaat hij nog vragen voor Zenkens plek? Hij wil dat Lola hem... Ik heb een beter antwoord dat jij nu aan het verzinnen bent. Ik kwam er nu al op. Hij weet niet precies welke tijd het is, welke dag het gebeurde en alles. Dus hij vraagt het daarvoor. I guess. Misschien weet hij de plek. Ja, hij weet vast wel de plaats, maar niet gewoon de tijdstip. Zoals dat ik kan zeggen. Dus gaat hij hem vermoorden of hem vragen voor hulp? Nou, hij gaat proberen hem te vragen voor hulp. Of het gaat werken, is een ander verhaal. Waarom Beamkins van alle personen? Ja, je weet niet. Hij heeft misschien ook een familie en vrienden. Nee. Laten we eerlijk zijn, er zou niemand die zou huilen voor Zenkens dood. Ja, I know, right? Het moet wel familieleden dood zijn, door hem. Waarschijnlijk wel. En wanneer hij dood is, zijn ze zielen... Oh my. Jammerte. Een hele creepy stalkende Onee-san. Oh, geef voor dieren te Jesse. Vraag of er een route is voor Erin of zoiets. Het is niet alsof we dat al 20 parts lang zeiden. Wat? Er zijn meerdere eindes en eindes, heb ik ooit verteld. Waar heb jij het over? Oh shit, zij is nu heel vrolijk. それなら、あいつはどんな子が好きなのかなって思っただけよ。でもそれだと自分みたいなパートナーじゃない方が良かったのか?なんて考えないと思うけど。あ、shit。裏を返せば彼が望むパートナーになりたいってことじゃないのかい?もしそうなら、それは特別な感情なんだと思うよ。Niet waar, bokka.
fucking ik ben. Het is niet of ik een bok of zo heet bokken. Kijk, Erin, ik weet dat je twee staarten hebt in je haar, maar het er hier een tunder over te zijn. Oké, ik weet wat ik nog doe. Tot een andere anime trope, godverdomme. Ik hou niet van tsunderees. Sommige tsunderees zijn oké, okay, maar nee. Het is meestal de meisjes met staarten die tsunderees. Oh, laat me. Toch? Ja, ja, zijn er, dat is de stereotype tsunderee. Met de twin tails. Er zijn ook meestal de twin tails die juist vuurkrachten hebben. Dat is weer een nieuwe trope volgens mij met... De roodharige twin tails, vuurkrachtig, prinses soort karakters. Nog prinses ook nog? Zo soms, of ze zien er zo uit, zeg maar. Dat is wel raar. Dat klinkt heel erg verkeerd. Nou, dat is interessant. Ja. Hé, hey, zit wat voor daar soort bij de een hele rare. Waarom zijn alle hoedlums zo ver? Wel, als het gemaakt is door Banjo Movies.女性を口説きたいのなら、まずそのお下品な話し方を改めてはいかがです。もっとも なんでこの若造。俺の邪魔す。あ。え、いえ、お連れ様がいたんですね。え、これ。全部ヘッドティビティアスウォードブラックバー。あ、ハードファストコンダアームストロニアアームストスタウンジェットクンアンアウトアームです。イデイズアナフォーバックザ。 Oh, maar hij zegt dat hij het leuk vindt als andere mannen haar aanraken. Dat is interessant. Dan moeten we vertellen wat Sherman heeft gedaan, hè, die ene nat. Als het nodig is, kunnen we ook nog even liegen over dat dus. Dat hij het jaar heeft vermoord. Weet. My servant. Hij is een tsundere aan het zijn. Luister naar zijn stem. Don't get the wrong idea, it's not like I want to help you or anything, Bokka. せっかく少しは感謝してさし上げようと思っていましたのに随分と上から目線な感謝もあったもんだな大きなお世話ですお前はただでさえ目立つんだからちょっとは自覚して行動しろ Ja, het kan niet zijn voor een zeker einde dat ik kan krijgen, hè? Nee, dat kan niet. Het is heel sappig. Wel, we gaan weer naar de Zenker toe. Ja. Helaas gaan we niet daar, zien we niet de buitenkant van deze village, dat vind ik toch wel jammer dat we dat niet hebben. Ja, dat is wel jammer. Wordt dit deze stuk veel meer arroganter? Ik zat wat er nu aan het gebeuren is. Oh, Ving is altijd arrogant geweest. Ja, dus we gaan niet echt Zenker vechten, we gaan alleen de Fury pakken, terwijl hij
Weet ik wel. We kunnen Schenker gewoon uit de weg ruimen. Ja, maar nee. Maar ik pak hem. Hoeft hem niet. Ah ja, Eren zelf gaat natuurlijk eerst zien waar de Fury is en daarna gaan we er naartoe. Dat is. Oh, hallo, het is Pinkies weer. Die zien precies hetzelfde eruit. Zijn tweelingen. Deen is van later geboren, dus hij is 6 jongeren. Hij is de jongere. Oh, is één seconde langer. Ja. Later. Eigenlijk zou ik een anime-versie van dit willen zien. Ik vraag me af hoe ze de dood dan gaan doen. Dat gaat hartstikke donker met Tom op bloed en shit. Of, Ja, want ze censureren gewoon hoe ze hem snijdt. Zou het net zo erg zijn als bij Jonas Bizarre Adventure? Ja, waarom niet? Ja. Laten we gewoon heel zwart over dat ene wond overheen doen. Het is obvious wat er gebeurt, nou wel even. Ja. Waarom jij de gekolde kuk bent? Nou, het enige ding dat ze konden veranderen is dat hij een beetje meer intimiderend is. Paiga. Dat deden ze niet eens. Hij bleef een jongen. En het is de skalde kuk. Kijk naar hem. Hoe kan hij er intimiderend uitzien, ooit? Goed punt. Op plus laten we ons lachen wanneer die ver. Kom op. Wauw, bij het einde zegt hij gewoon wat hij zelf wil, dat is soms. Ja, toch? Of is dan neem je gewoon toch een andere baan, zoals accountant of zoiets? Dat past wel iets voor Kirk, zoals hem. Net toch ook andere bedrijven, volgens mij. Ik weet dat het dorp een van de grootste is, maar... Als ik zeg één van de grootste, moet het toch iemand zijn die beter van de grootste is? Ja, toch? Dus... Of is het ding zo tof en zo groot dat er geen ander bedrijf meer bestaat? Dat ze alle bedrijven uit de weg hebben gedaan? Ja. Dat het gewoon een self-implied title is? Ah, oh, man, Bayrep gaat bijna zijn grof graven hier. Ja. Waarom is het weer één rank hoger dan het Minji's? Hier is een idee. Je gaat niet met een grote party hier doorheen. Maar met twee personen die door deze dungeon heen lopen. Dan pak je de Fury en ga je weg. Nee, dat is een dom zijn. Geesten. Dan heb je toch de mannen mee die niet bang zijn voor geesten. En dat iedereen is bang voor geesten. Dus wanneer? Sinds het bestaan van tijd. Ik vraag mij of die jaren range veel groter geworden. Ja, dan jou ligt. Ah, hij is de eerste keer dat we hem zien verre lijzen. Ah, dat moet veel meer pijn dan elk ander zwaard. Ah, laat mij zitten, ik even het ergste. Die heeft een hele grote site door zijn heen gehad. Ja. Dit is de tweede ergste. Dan opnieuw harder krijgt de Brave Bird. In haar lichaam dus.
Of door aan. Pijl en boog gebruikers krijgen ook de breedte, by the way. Zijn pijl en boog gebruikers? Ja, dat is een pijl en boog gebruiker. Wat de hel was dat? Dat was geweldig. Dat was een speeraanval. 6 trusts. Dat is sexy. Ja, dus heb je nog uitgevonden hoe je kan springen in Final Fantasy 15? Nee. Ik heb niet echt veel kunnen spelen, want er was veel shit gebeurd. Ik wilde meer anime kijken, want ik heb een tijdje niet gedaan. Ik ben er ook een beetje verder gaan ermee. Oh, iets stinkt. Wat is het? Wat stinkt er? Wow, dat is heel erg. Dat is een beetje mooi. Misschien de medicijnen die Tiara het maakt is. Holy shit. Er is een hele god met dode lichaam erin. Is dat toevallig de hele Pintus lichamen? Zin met tennis. Nee, dat heeft Zenke gedaan. Zenke heeft allemaal lichamen erin gegooid. Dus je wilt zeggen dat Zenke werkt voor jullie Pintus? Natuurlijk. Wel, ik bedoel. Nee, altijd nee. De hele Pintus zou waarschijnlijk wel iemand nemen die iets meer minder... straightforward is met wat hij zou doen. Laat ik eerlijk zijn hier. Dan alweer. Zij laat de telefoon achter in de auto met de wachtwoord naar haar e-mails. En nou, wachtwoord is paswoord met twee A's. Iemand verwacht wat. Like, holy shit. Weg meteen met fucking kartoen erachter hier. Ik, wie denkt nog steeds dat dat een goede wachtwoord is? Ik heb letterlijk paswoord met twee apenstaartjes in dat A's. Holy shit, hoe kun je zo erg slecht zijn? I know. Ja, nu ik over nadenk, ze is een politicus. Ja. Zij was bijna de president. Ja, laten we hiermee over nadenken. Ik denk niet dat de wachtwoord voor de nucleaire bom's goed idee is om een haar te geven. Wachtwoord voor kernraketten. Genius. Alleen we veranderen de A in twee apenstaarten. Raakketten, ik hou ervan. Goed idee. Zo, buiten dat, wat nu? Ah, afval is het al 41. Nou, ga eens de difficulty omhoog doen. Oh, je had het de hele tijd op normaal? Nou, ik wil niet hebben dat de tijd verspillen op de vijanden die sterker zijn voor geen reden. Sterker zijn voor geen reden? De reden is hard mode. Oké, voor een reden, maar we willen dat niet.